Wat jullie daarmee doen? Negeren of er gewoon vooraan? Eeuw, dik fly. Wel iedere keer tussen mijn benen. Ik heb het nog steeds. Maar je moest toch afstand bewaren? Dit is best heel hard. Wij gaan naar het bos. En ik heb altijd best wel een dingetje met het bos. Want ik ben altijd bang dat er een beestje op me overkomt. Dus ik heb even zo'n petje geleend. Dat ik jouw petje heb geleend? Nee, ik vind het niet leuk. Jij zou dat gaan opruimen, weet je nog? Hallo? Ga jij dit opruimen? Ga het maar opruimen hoor. Goed zo. Ik denk als je zo doorgaat dat je morgen nog niet klaar bent. Duurt lang. Duurt lang. Een banaan? Bal. Oh ja, een bal. Pak even een bal. Twinkel, twinkel, kleine ster. Oh, wat is Memphis hoog en ver. Want wij gaan nu naar het bos. En dat is zo. Verder kom ik niet met rijmen. Ha. Je hebt wel zin om naar het bos te gaan, hè? Voor de jongens. Ik heb een leuke sweater aan. Wat een zon, hè? Wat vind je daar nou van dat ik mijn haar ga knippen? Leuk. Ja? Love it, oké. Wasstraat in. Komt het nog enthousiaster, liever? Hoi man, nummertje 2 alsjeblieft. Ja, ga ik even bij je pinnen. Ja, de normale, ja. Sorry. Kom maar, schatje. Kijk. Wil je nog stofzuigen? Nee, heb ik al gedaan. Dankjewel. Ziens. Je hoeft niet. Zeno wordt agressief. Schrok je? Ik heb een Zeno. Wat is dat nou in Zeno? Ja, ik moest mijn autohold uitzetten, mijn handrem. Oh. Leuk. Regent. Wow! Zeno is helemaal bang. Kijk nou, wow! Just wanna be alone with you. Wat zeg je, schat? Dat weghalen. Oh, wat een gevaar, hè, Zeno. Ja, hij was echt bang, hoor. Wat is er met jou, Geel Marietje? Wat is er? Nee. Nou. Memphis. Hey. Foto maken. Lachen. Dat is bos. Ja. Ik maak geen foto. Ik ben aan het filmen. Hij zit echt zo. Bos. Yay. Met Zeno. Yay. Daar gaat het pluisbol. Zeno. Kijk nou, wat een Dotje. Zeno! Hey, Dotje, kom eens. Ga jij paddenstoelen eten? Nee, eerst jij, dan doe ik het ook, Nick. Nee, jouw vertrouwen. Eeuw, dik fly. Lief is best in je haar. Zit hij in mijn haar? Ja! Hij kan niet het water in, hè? Peter, hij is net gedoucht. Oh my god. Oh. Nou, heb je een stok gevonden? Mooi hoor. Nou, je moet je ook gaan nu hoor, Nick. Ja, ja, maar ik zit even te kijken welke ik eerst pak. Want het is inderdaad wel glad. Oh nee, nee. Ga dan. Oh ja. Yeah. Goed, we hebben een reiziger. Kom, lesje. Papa, hand. Ja, waar is hij nou? Mijn mama? Ja, panna. Ik had dus een panna. Doe eens normaal. Kijk om. Nee, ik wil niet meer bij jou lopen, want jij doet die bal iedere keer tussen mijn benen. Die bal tussen mijn benen, dat klinkt heel fout. Nee, papa doet het en jij zit ook eten met die bal. Ik durf nu niet meer te lopen. Nee, maar mama, dat was niet de bedoeling. Oké. Ja, we moeten door de koeien door. Door de koeien door. Langs de koeien heen. Maar je moest toch afstand bewaren? Ja, 25 meter, maar. Ja, dat kan nu niet dus. Ze houden zich niet aan. Oh, en dat is ook nog een jonkie, hè, jongens. Oh jee. Ik vind helemaal niks. Oh, hallo. Ook een joekel in de bosjes. Ja, loop maar door, Lin. Ik vind helemaal niks. Die kijkt wel heel erg agressief namelijk. We gaan naar Van der Val. In Val.
dit is mijn hubby. Mijn allerliefste schat. Da, da. Hou je mond. Maar is niet goed, Lucy. Ik ben niet goed. Jij bent niet goed. Het is vandaag zo regenachtig. En jij. En ik was echt nog wel een beetje lui. Ik heb mijn haartjes gedaan. En ik wilde nog wel wat blonder. Ik heb het dus nu zo. Het is al wel 3 dagen oud haar. Want ik heb het al wel een tijdje. Ik ben er wel blij mee. Ik wil het alleen nog even iets lichter. Kouder en ik ga blonder. Echt super stom. Maar ik ga vandaag eigenlijk niet zoveel interessants om. Eén keer kijken hoe het weer werkt. Het regent echt aan één stuk en Memphis is lekker aan het bouwen. Die is Humpty Dumpty aan het doen. Memphis, wat ben je aan het doen, man? Humpty Dumpty. Oh. Mijn moeder komt zo lekker langs op bezoek. Dus dat vind ik altijd wel gezellig. Mede te delen vandaag? Nee. Ik heb wel een overheerlijk kopje thee. Oh ja, en in mijn vorige vlog hadden jullie kunnen zien dat ik nogal last van mijn eierstok heb. En ik heb het nog steeds! Dus voor de moeders die nu kijken en die dat ook hebben, wat jullie daarmee doen? Negeren of er gewoon vooraan? Wel eens dat je van die rommelende eierstokken hebt en dat je dan niet weet wat je ermee moet doen. Ja! Ik zit nog steeds in die dilemma. Maar ik heb wel kunnen slapen, dat scheelt. Ha! Je bent echt druk bezig, hè? En ik kan niet wachten tot eindelijk de nieuwe eettafel er is. En daar wacht ik ook al heel lang op. En ik wil zo graag zien hoe dat dan hier staat. En ik heb een triptrap gekocht. Ja. Ik werd echt zo moe van dat ik hem iedere keer in dat stoeltje moest tillen. Ik heb dus nu zo'n stoeltje. Ik zal het even laten zien. Kijk. Op het begin dacht ik wel van toen ik mijn haar had geknipt. En ik zat daar en toen had ze net geverfd. En toen keek ik en toen dacht ik, wow, wat is het licht. Maar ik had natuurlijk zo lang donker haar. Dat ik niet gewend was om licht haar te hebben. Ik moet niet zo snel praten, denk ik. Ik zat nog na te denken om naar de speeltuin te gaan met ze, maar in dit weer echt niet. Echt ideaal. Ik ben moe. Ik heb hier... Dit is gewoon niet normaal. Echt, het is gewoon niet normaal. Ik wist niet dat pukkels zo rood konden worden, maar god. Maar ik ga nu even lekker chillen. Even tv kijken. Even kijken wat er op tv is, want ik weet echt niet precies wat ik ga kijken. Geen voetbal, dat heb ik niet opgezet. Extreme bruiden. Team Vermissing. Arie en de kleine mensen. Vind je dit een leuke video? En vergeet dan ook niet te abonneren op mijn kanaal. Zodat jij op de hoogte blijft wanneer ik een nieuwe video upload. Ik upload video's over mijn chaotische moederleven. Dus ben je moeder en heb je dat ook, dan zit je hier echt wel goed. Hier kan je trouwens abonneren door hier te klikken. Hier zo te klikken. Mwah.